Hoi, ik ben Indy van Kwak TV natuurlijk. Super tof dat je weer kijkt. Nou, jullie zien het al, ik sta aan het handarbeid lokaal. Want ik heb een geweldig interview met mevrouw Steenkamp. Dag mevrouw Steenkamp, bent u klaar voor het interview? Hey, jazeker. Gaan we lekker zitten. Ik had wat vragen voor u voorbereid. En wat vindt u eigenlijk van het vak handarbeid? Ik vind handarbeid eigenlijk het allerleukste vak van school. Ik bedoel, je bent creatief bezig, je mag met je handen bezig zijn, je hoeft niet alleen maar te luisteren naar, andere leraren, maar dat je niet steeds alleen maar suf hoeft te luisteren naar theorievakken. Uw voorganger, mevrouw Span, die werd gepest. Bent u daar niet bang voor? Dat ik gepest word? Nee. En als ze het doen, dan maak ik een heel klein patatje van jullie. Dus nee hoor, daar ben ik helemaal niet bang voor. Nee. Nou, gelukkig. En ik denk ook echt niet dat het bij u gaat gebeuren. Want u bent echt veel aardiger dan zij. U heeft echt een super tof lokaal. Dank je. Maar wat kunnen we hier nou eigenlijk allemaal doen? Ja, van alles. Echt heel veel. Papiermaché, kleding ontwerpen, tekenen. Kijk maar. Je ziet heel veel. En is het misschien leuk om voor de kijker een kleine rondleiding te geven door het lokaal? Ja, dat denk ik wel. Ja, ga maar mee. In dit lokaal ben ik met name beeldend bezig. Kijk maar wat we hier hebben hangen. We hebben hier bijvoorbeeld een mobiel hangen. Superman, Superwoman. Aan de kant zien we nog wat tekeningen. We zijn nu ook bezig met het project textiel. Dus we zijn aan het kijken van hoe kan je je eigen kleding ontwerpen. En mevrouw, was u als leerling ook al zo creatief? Dat denk ik wel. Ja, ik was eigenlijk heel creatief. Alleen ik vond op school gewoon heel saai, dus ik deed niet zo heel erg mijn best. En ik wilde alleen maar eigenlijk tekenen en beeld houden en gewoon met mijn handen bezig zijn. Dus Nou, leuk. Vandaar ook dat vak. Dan snap ik het. Ja, heel goed. Hey, zullen we even in het andere lokaal ook nog kijken? Oké, ja, is goed. Ja. Nou, dit is dus het andere lokaal. En hier ben ik eigenlijk met name bezig met het tekenen, het schilderen, het verven. Daar worden alle tekeningen bewaard. Materialen liggen hier voor me. Nou ja, het is altijd een beetje een rommeltje hier. Maar het is wel een heel gezellig lokaal. Zullen we weer naar de andere kant gaan? Ja, is goed. Maar juffrouw, ik had eigenlijk een vraagje. Zijn Max en Kian nou eigenlijk zo handig? Max en Kian? Ja. Nou, Max wel, maar Kian heeft echt twee linkerhanden. Niet doorvertellen? Oh. Bent u getrouwd? Ja, ik ben getrouwd, ja, met Frank. Oh, leuk. En heeft hij ook kinderen of dat nog niet? Nee, ik heb nog geen kinderen. Ik hoop ze wel te krijgen ooit, maar ik heb nu nog geen kinderen. Oh, leuk. En ik had gehoord dat u een affaire had met de gymleraar. Maar hoe zit dat nou eigenlijk? Een affaire, dat is wel... ik heb hier eigenlijk geen commentaar op gegeven. Vind je dat erg? Heeft u dan ruzie met meneer Eerke? Nee, ik heb helemaal geen ruzie. Nee hoor, nee, we gaan heel leuk, gewoon normaal met elkaar om. Oké. Ja. En is het... Nog een vraag. Nou, laten we het dan maar over uw auto hebben. U komt altijd in een hele bijzondere auto. Zit daar een verhaal achter? Ja, zeker. Ja, dat is een hele oude Mercedes uit 1983. En die is nog van mijn vader geweest. Ja, die heb ik gekregen en ik heb hem helemaal laten opknappen. En ik rijd er nog steeds heel graag in. Wat doet u eigenlijk in uw vrije tijd? Dan kook ik heel veel. Ik heb ook een soort clubje met allemaal vriendinnen. En één keer in de maand ongeveer, als het lukt, gaan we met elkaar lekker koken en eten en een beetje drinken en zo. Ja. Nou, leuk. Nou, ik hou wel van lekker eten. Ik ook. Maar wilt u even helpen met afsluiten? Ja. Oh ja, dat vind ik heel leuk. Ja. Oké, is goed. Nou, dit was het weer voor vandaag. Maar wil je nou echt niks missen, druk dan op de rode knop hieronder. En natuurlijk een duimpje voor de like. Nou, tot de volgende Kwak TV. Doei.